Welkom bij SC Heerenveen TV. Vandaag staat de uitzending volledig in het teken van Sven Kums. De inmiddels 25-jarige middenvelder van SC Heerenveen is groot geworden in Dilbeek, een stadje aan de rand van Brussel met ruim 18.000 inwoners. Zijn ouders wonen er nog altijd. Op de velden van Dilbeek Sport speelde de jonge Sven Kums zijn eerste officiële wedstrijden. Zijn oudere broer Kevin Kums is jeugdtrainer bij Dilbeek Sport en geeft 3 keer in de week training aan de 12-jarige pupillen. Ik ben de broer van Sven Kums, Kevin Kums, de oudste broer. Je lijkt ook best wel op hem. Alle twee op de vader, hè, het schijnt. Ja, alle twee op de papa lijken we. En hoe is het om de broer van Sven Kums te zijn? Onze broer gelijk een ander. Hè. Het is niet omdat hij profvoetballer is dat dat iets speciaals is. Het is gewoon mijn broer. Ik bekijk hem niet als een voetballer. Eigenlijk is Kevin begonnen. Ja. En Sven ging mee, was 4 jaar, zag Kevin voetballen. En ja, hij vond dat heel tof om zijn broer te zien voetballen. En we hebben hem dan ook maar direct ingeschreven. Als jongste, denk ik. Ja, 4,5 was hem juist. Hij was nog geen 5. Ja. Vrij spel. 4 kaatsers, langste goalen. Ja, en vol een bek. Hè. Ja. En een goede broer leert zijn jongere broertje altijd voetballen. Hoe ging dat bij jullie vroeger? Oh ja, hij heeft alles van mij geleerd. Hè. Ja, natuurlijk. Het is dankzij mij een beetje dat hem zover is geraakt. Hè. Ja. Dus dan mag jij wel dankbaar zijn eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar hij is wel dankbaar. Hè. Hij is wel dankbaar. Ja. Ik ben wel begonnen door hem, zeg maar. Hij is 2 jaar ouder dan ik en hij was al begonnen. Hij was 6 jaar of zo, denk ik. En hij speelde in Dilbeek en mijn vader was daar trainer. Dus ja, ik ging altijd kijken en ik vond het mooi en toen ben ik ook begonnen. Dus of dat hij mij geleerd heeft, dat weet ik niet, maar ik heb het wel ontdekt dankzij hem. Dat was zijn eerste ploegje. Ja. Als Lilyputter, toen was hem. Ja. En ik denk dat Sven heel veel geleerd heeft van zijn papa. Want dat was zijn eerste trainer, maar hij heeft alles, denk ik, aan zijn papa. Heel veel van zijn papa geleerd. En, de gebetenheid, die heb je of die heb je niet. En hij had dat gewoon, ja. Maar je bent wel een goede trainer. Jawel. Heb je een mooie jeugd gehad vroeger met Sven samen? Ja, absoluut. Altijd samen spelen, samen voetballen, tennissen. Ja, altijd bezig, tezamen. En na 2 jaar... Heeft Anderlecht hem op een toernooi gezien? Ja. En dan hebben ze gevraagd van, wil hij niet naar Anderlecht komen? En sindsdien heeft hij de hele carrière in Anderlecht doorgebracht. Hij heeft er heel mooie jaren gehad. Heel veel mooie toernooien, schitterende toernooien. Dikwijls als kapitein, wat dat toch ook plezant is. Alle landen. Ja. Italië, Amerika. Ja. Dan nog een hele aangename ploeg. He? Ja, het waren echt vrienden onder elkaar. Echte vrienden, ja. Ja. En daarvan spelen er nu nog heel veel. Dries Mertens, Dennis Odoi, Yuri Dekevi waren allemaal heel goede vrienden van hem en die voetballen nog altijd. Ja, ik heb... Sven Kums 2 of 3 seizoenen getraind hier. Dat was een schitterende voetballer, speenmaker met veel kwaliteiten. Sven was vooral een speler die meedacht met de trainer, met de coach. Hij was een tactisch heel sterk speler, ook als hij klein was. Enorm veel spelvreugde. Een jongen met een fantastische mentaliteit en met zeer veel kwaliteiten natuurlijk. Sven is een jongen die het spel heel goed kon lezen toen al. Dus ik denk dat zijn voornaamste kwaliteiten waren technisch. Dus zeer balvast, klaarkijkend. En hij wist op voorhand al waar de bal zou naartoe moeten. En alles had hij ervoor over. Weggaan? Absoluut niet. Nee. Integendeel, bijtrainen, 's avonds. Hoe dikwijls dat hij met hem gaan trainen is, gewoon gaan voetballen op... De zondag naar middag of zo. Gewoon... Uren. Uren, ja. En dat verveelde hem nooit. Hè? Nee. En zelfs als hem... zelfs 20 jaar, dan nog, als hem dan zo een keer vrije tijd had,
kom, gaan we nog een keer shotten. Zo, hè? Zelfs in Heerenveen? Zelfs in Heerenveen. In het begin van het jaar zijn we zelfs in Heerenveen op de oefenterreinen. Velden gaan even shotten, ja. Oh, dat heeft er altijd in gezeten, ja. Ja. En ook op strand, vakantie? Zaalvoetballen. Heeft hem ook altijd heel graag gedaan. Vakantie, bijvoorbeeld, terwijl de kinderen in het water gingen, moest hij ofwel met een raketje, met een bal spelen of shotten. Dan was hem content. Hè. Ja. Voilà. Ça continue, ça va tourner à la démonstration. Passant en retrait, oh, oui, c'est super. Oui, ils doivent surprendre les joueurs de Grivenier là, parce que si ça continue à ce rythme-là. Ah oui, là il n'y a pas de match du tout, mais enfin. C'est une lag, denk ik. Was dat? Dat was wel altijd een mooi toernooi. We hadden ook een goede ploeg, hè? Mertens speelde ook mee, denk ik. Absoluut invincible. Et voici encore un but. Er werd veel gescoord, ja, blijkbaar. Maar vond je dat leuk in de zaal? Ah, ik vond dat geweldig, ja. Ik vond dat echt mooi om gewoon toernooitjes te spelen in de zaal, ook buiten en zo. Dat, maakte mij eigenlijk niet uit, maar het was echt geweldig. Omdat hij ook mijn vrienden was en zo. Ik kende ze goed, dus dat was super. We hebben dat heel vaak gedaan. Ballenjongen tegen Manchester. Huh? Met de ballenjongens hier. Tijd van Kuller. Ja, waar is de tijd? Ja. Mijn broer kan niet tegen zijn verlies en ik wel. Mijn broer gaat er altijd voor. Zeker op het gebied van sport, maar ja, voor mij zijn er veel andere dingen en voor hem was dat nu eenmaal dat wat dat hem wou worden. Hè. Dus hij was vroeger echt al heel gedreven? Heel gedreven, ja. Ja, absoluut. En die gedrevenheid merk je dat nu nog steeds op het veld? Heeft hij dat nog steeds over zich? Ja, dus niet alleen op het veld, dat gaat over zelf een stoeme quiz of eendert wat. Hij wil alles winnen? Altijd de beste zijn, ja. Ja, klopt wel, ja. Stomme quiz wil ik ook winnen, ik wil alles winnen. En is hij ook altijd de beste? We laten hem dat soms denken, hè, maar het is niet altijd zo. Bij Anderlecht lukt het niet om door te breken en dus vertrekt Sven Kums in 2007 naar KV Kortrijk. Daar beleeft de middenvelder een heel mooie periode. Onder trainer Hein van Hazenbroek groeit hij uit tot één van de belangrijkste spelers van het team. Hij is lichamelijk sterker geworden, maar ook naar ervaring en naar positie, naar volwassenheid is hij gegroeid hier in die paar jaar. En uiteindelijk was hij in het laatste jaar, denk ik, één van de factoren, want toen werden wij zelfs vergeleken op dat moment met het kleine Barcelona, omdat wij schitterende combinaties brachten. En dat was Sven onder meer één van de toonaangevenden. Een beetje de rol van Xavi vervulde hij dan bij ons. De man die verdeelde, die balvast was, die geen balverlies had. Toen ik daartoe kwam, was toch een stap voor mij. Ik kwam van Anderlecht, ging dan naar Kortrijk die in tweede klasse speelde en zo. Dus, het was wel een serieuze stap, maar hij heeft mij overhaald om het toch te doen. En ik heb er absoluut geen spijt van. Ik heb enkele jaar met Sven mogen samenspelen met Kortrijk en ook bij de nationale jeugdploeg. Daar hebben we samen de reeksen doorlopen. Sven op toevalveld is een intelligente speler, een goede speler, technisch zeer goed. Met de voetjes op de grond, dus, zoals we het hier graag hebben in België natuurlijk. Maar naast het veld, en dat is ook zeer belangrijk, is Sven iemand... een verstandige jongen die weet waar hij mee bezig is en die altijd goed in de groep lag en die graag gezien was hier. Wij reden altijd samen naar training, dus ik heb wel een mooi moment gehad met Sven. Jij kent hem heel goed. Wel heel goed. Af en toe werd er geen gebabbeld in de auto, af en toe was het ook stil. Als we wat vroeger naar training moesten komen, werd er geslapen ook in de auto. Is hij een slaapkop? Nee, viel wel mee. Ik heb samen met Sven één jaar hier in KV Kortrijk gespeeld. En dat was iemand die mij... Ik kwam net van de jongeren. En die heeft me direct eigenlijk onder zijn vleugels genomen. Hij heeft me heel veel begeleid. Ook op voetbal, fitnessvlak. Dus ik heb heel veel van hem bijgeleerd. Het was eigenlijk een beetje... Dus mijn grote voorbeeld hier. We hebben wel heel lang getwijfeld tussen welke club is het best voor hem. Want je kan eigenlijk de stap van Anderlecht naar een andere club maar één keer maken. Hè. Eén keer als je daar weg bent. Je kan niet zeggen daarna, ik kom nog een keer van...
Maar uiteindelijk is dat heel goed verlopen. Ja. Dus de keuze Kortrijk zijn we heel tevreden van geweest voor hem. Heeft hij typische Belgische humor? Of? Typische Belgische humor? Nee, dat was niet voor Sven weggelegd. Nee. Geen humor. Saai Piet, hoor. Saai kerel. Hele saai kerel. Echt saai, jongens. Echt. Het was 30 minuten en dat was echt heel lang om dan 30 minuten met hem te samen in de auto te zitten. Nu viel wel mee. Nou Sven, je hoort het. Zou je dat wat tegen hem willen zeggen in de camera? Ik ben blij dat je weg bent, Sven. ik zou zeggen, doe zo voort, Sven. En hopelijk, die stap hogerop. Ik weet wel dat je droom is en hopelijk lukt dat. Ja, goeie keer. Ja, het was met spijt dat we hem hebben moeten zien vertrekken, maar het is een speler die je hier niet kan houden, dat weet je. Die heeft een toekomst op een hoger niveau en heeft die stap genomen. Vertel jij maar de eerste dag dat hij mee vertrok, hè? Ah, vreselijk. Toen is hem echt met een klein hartje vertrokken. Ja, echt. Ja. En ik had het nog moeilijker. Ja, dat was echt... Maar dat is allemaal heel goed meegevallen en wij gaan elke week kijken, dus... En er bestaat zoiets als Skype, dus wij skypen ook heel veel. Om de 2 dagen zijn we zeker op Skype. Ja. Hoe volg jij de verrichtingen van jouw broertje? Ik ben die tuin nog maar 1 keer gaan kijken verleden week. En want het is moeilijk omdat ik hier zelf ook moet voetballen. Maar we pakken meestal wel Studio Sport Eredivisie op en proberen het zo een beetje te volgen. Ja. Hoe vind je dat hij het doet bij Heerenveen? Ik vind dat hij het voor het moment wel goed doet. Een beetje de prestaties zijn wat minder dan vorig jaar. Ze hebben een beetje een moeilijk seizoen. Maar ik denk wel dat dat nog goed komt op het einde van het seizoen. Wij versturen regelmatig berichtjes naar elkaar. Of we horen elkaar regelmatig eens. Wij proberen dat wat te onderhouden. Hè. En, het is een van de spelers waar ik nog wel regelmatig toch wel iets van hoor. Laat het me zo stellen. We zijn eigenlijk nog nooit niet... Ja, ik heb nog nooit gezegd van moeten we weer naar Heerenveen. Oh, nee, absoluut niet. Nog nooit niet? Nee, we gaan met alle plezier. Maar dat komt ook natuurlijk omdat hem speelt. Hij is, en dan is dat ook leuk. Maar ook Heerenveen, het is leuk. We gaan naar fietsen, we gaan wandelen. Leuk, de mensen daar. Ja. Absoluut. En voor ons is het ver, maar als hij gelukkig is, dan is dat goed voor ons.